Het schip is gisteravond rond 9:30 in de Zuid-Willemsvaart tegen een sluisdeur gevaren. Het ongeluk gebeurde dus bij sluis 0 in het centrum van Den Bosch. Het scheepvaartverkeer is bijna de hele nacht gestremd geweest. Een schip dat in de sluis lag begon al te varen toen de deuren nog niet open waren. Door de botsing boog een beugel die de sluisdeur draait onder water helemaal krom. Het schip heeft tot 12:30 vannacht vastgelegen in de sluis. En waar het is misgegaan is ook voor de Belgische schipper onduidelijk. Ik weet niet wat er fout gelopen is, want je krijgt toch ruim een kwartier op voorhand te horen dat de sluis klaar stond beneden. We zijn ook geen tegenvaart tegengekomen, dus ja, dan ga je van de veronderstelling uit dat als je hier een kwartiertje later aankomt en dat de sluis ook effectief klaar staat, hè, de brug gaat open, dan neem je aan dat je mag invaren. En ja, we varen hier nu 2,5 jaar. We zijn hier al meer dan 500 keer door de sluis heen gegaan. Dus ja, we weten wel een beetje hoe het hier allemaal werkt en het gaat hier duizenden malen goed. En ja, die één keer is er dan toch een dom misverstand ergens langs de een of andere kant. En is het langs beide kanten niet gezien en ja, dan loopt het eens fout. Nou, de schipper dus die de deur ramde. Er is inmiddels wel een hydraulische arm geplaatst. En die moet dan ervoor zorgen dat de deur weer kan bediend worden. Aan de lijn heb ik op dit moment Suzanne Maas van de Rijkswaterstaat. Ja, mevrouw Maas, hoe groot is de schade eigenlijk? Op het moment is het zo dat de sluis gewoon in werking is. Ik zeg wel gewoon, maar we moeten het wel met een alternatieve manier nu eventjes doen. De scheepvaart kan doorgaan, dat is ons grootste belang. We zijn er toch voor de schippers en zolang de vaart gewoon doorgaan kan vinden, zijn de schippers tevreden en is ook onze sluis gewoon in bedrijf. Alleen, ja, de manier waarop is natuurlijk niet de juiste manier en we zullen toch moeten repareren de komende weken. Ja, is het flink die schade? De schade zelf is, de beugel is krom en daar kunnen we wel wat aan doen. Die kunnen we weer recht buigen en dan kan de deur gewoon weer een tijd mee. Alleen, om dat te kunnen doen moet je een APV-vergunning aanvragen en ook een tijd het scheepvaartverkeer gaan stremmen. Dus in die zin moet er wel nog wat gedaan worden voordat we weer echt in bedrijf zijn. Ja, maar nu dus in ieder geval kan het scheepvaartverkeer gewoon door en de komende dagen ergens een keer zal dus de verdere reparatie plaatsvinden. We kijken nu of we volgende week ergens een moment kunnen prikken om te kunnen stremmen, zodat we kunnen repareren. Oké, Suzanne Maas van Rijkswaterstaat. Dank voor de toelichting en succes daarmee. Ja, bedankt.